Op zondag 27 september 2009 vindt de politie hier in de Congresstraat in Antwerpen een lichaam. Het gaat om Dan Dilis, een man van 42 uit Capelle. Hij is met een messteek om het leven gebracht. Wij waren juist vertrokken naar Tenerife en Dan die was hier komen wonen. En de zondagmorgen kregen wij het telefoon van mijn schoonbroer. En die heeft ons verteld dat Dan overvallen was en dat hij overleden was. Dan Dilis wordt voor het laatst gezien wanneer hij om 3:30 café Koekelekoe aan de Turnhoutse baan in Poggerhout verlaat. Dan is hij in het duigen gegaan op een zeker moment. Ze hebben nog een paar keer terug binnengekomen toen ze een auto aan het zoeken was. Dan Dilis had wellicht een glaasje te veel op en was daarom de weg kwijt. Hij gaat op zoek naar zijn geparkeerde wagen in de buurt van de Congresstraat, terwijl hij die geparkeerd heeft in het Laar. Op de hoek van de Constitutiestraat met de Congresstraat wordt het slachtoffer aangeklampt door een man die volgens getuigen de autosleutel van Dan probeert te bemachtigen. Sleutels, jongen. Hey, Het slachtoffer wordt in de Congresstraat ter hoogte van nummer 47 neergestoken. Zijn papieren worden op straat teruggevonden. Zijn gsm ligt in het keldergat van huis nummer 73. Zijn autosleutels zijn verdwenen. Dan slaagt er nog in de straat over te steken, maar raakt door zijn verwondingen niet veel verder en zakt in elkaar ter hoogte van nummer 18. Van de dader kunnen we niet zoveel zeggen. We weten dat het gaat om een jonge man, 20 à 25 jaar oud. Hij heeft kort blond haar, mogelijk piekhaar. En hij sprak in het Nederlands met een Antwerps accent. Tussen 5:00 en 4:15 's morgens is er nog iemand tot bij het slachtoffer geweest. Hij heeft zeer nadrukkelijk naar het lichaam gekeken en is dan weer vertrokken richting Carnotstraat. Wij zouden een klein beetje troost hebben als we moesten weten wat er juist gebeurd is. Het is zo zinloos, daarom vragen wij ook of dat er mensen zijn die iets gezien hebben, of dat ze dat alstublieft willen mededelen aan de politie. Die politiemensen die doen prima werk, maar ieder detail dat kan binnenkomen, dat kan helpen, dat een oplossing zou kunnen geven, dat zou ons toch een klein beetje troosten. Heeft er iemand de dader nog gezien met de autosleutels, de nacht van de misdaad of de volgende ochtend? Het gaat om een kleine, magere man van nog geen 1,70 meter groot. Hij droeg een lichtgekleurde blouson en een jeans. Ook als u in de nacht van 26 op 27 september tussen 3:30, het moment dat Dan Dilis het café verlaat, en 4:15, het tijdstip van de misdaad, iets verdachts heeft gezien in de buurt van de Congresstraat, neem dan contact op met de politie. En de speurders zijn ook op zoek naar de man die nog naar het lichaam is komen kijken. Hij kan een belangrijke getuige zijn. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 91 119.